goede kwaliteit en een persoonlijke benadering staat bij deze one-stop-shop hoog in het vaandel. Maar hoe gaan zij precies te werk? Wel, Pakauto is van origine een importateur van car necessities. Dat we later hebben uitgebreid ook naar trucks necessities. Wij verkopen in de Benelux. En wij hebben ondertussen ook wel uitgebreid naar andere sectoren dan automotive, zoals in de agrisector en de OE. Wel, wij bieden de klanten dus necessities aan voor automotive en de andere sectoren, maar dat betekent eigenlijk voornamelijk nuttige attributen voor cars en trucks. We hebben een heel aangenaam team. We hebben enerzijds een heel aantal mensen met een lange anciëniteit die al lang voor ons werken en die heel veel kennis en ervaring hebben. Daarnaast ook uitgebreid met een aantal jonge mensen die erbij gekomen zijn de laatste jaren in sales en marketing. En samen hebben we eigenlijk een combinatie van ervaring, kennis en dan ook de jeugd met hun eigen kijk op de zaken. Quality with a personal touch is onze slogan. Dat trachten wij zeer breed door te trekken in onze bedrijfsvoering. Service is daarbij cruciaal. We proberen het voor de klant een plezier te maken om zendingen van ons te ontvangen. We trachten onze kennis door te geven aan de klant. En we trachten er ook voor te zorgen dat zij, als er problemen zijn, dat we samen naar een oplossing kunnen zorgen. De klant kan via het webportaal het assortiment van het bedrijf inkijken. Vervolgens zorgt onze aankoopafdeling dat wij de nodige voorraad ter beschikking hebben. De klant kan hierna zijn product gaan kiezen. Linkerkant van het gebouw komt het voorraad weer toe. Rechterkant van het gebouw laten we het zo snel mogelijk naar de klant vertrekken. In de toekomst willen we heel graag inzetten op het digitale. We zijn ervan overtuigd dat het digitale zeer belangrijk zal blijven in de toekomst. Daarom zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuw webplatform. Op dat nieuwe webplatform zal onze klant kunnen kiezen, het assortiment kunnen inkijken en vervolgens ook zijn keuze kunnen maken. We willen hier ook een centraal datapunt creëren, zodat zij alle data die nodig is kunnen ophalen.